Enkele uren geleden heeft de haan gekraaid. Het was een teken voor mens en dier dat een nieuwe dag was aangebroken. Het eerste werk op de hoeve bestaat erin het kippenhok te openen. In het prille zonnelicht gaan de kippen voedsel zoeken. Kippen leven inderdaad op de grond. Slechts met grote moeite en dan nog voor korte duur zijn ze in staat zich in de lucht te verheffen. Hun vleugels zijn hiertoe te kort, hun lichaam te zwaar. Kippen eten graag groen voer en allerlei keukenafval. Lekkere beetjes zijn slablaadjes en graankorrels, onder meer tarwe, gerst, haver en maïs. Dagelijks wordt hun 50 gram gegeven, in twee keren, zo niet bestaat er gevaar voor dat ze te vet worden en ophouden met eier leggen. Andere kippen daarentegen worden speciaal gevoed voor slachtdoeleinden. Ook tijdens het eten let de haan er scherp op dat zich geen vreemde kip bij zijn groep voegt om het eten te stelen. De haan is ook groter dan de kippen en neemt deze onder zijn bescherming wanneer er onraad dreigt. De eieren die moeten worden uitgebroed mogen niet ouder zijn dan 14 dagen. Naar gelang van de grootte van de eieren en van de broedhen is er plaats voor 12 tot 15 eieren. De kip broedt niet altijd. Wanneer ze broedt, blijft ze onbeweeglijk op haar nest zitten en is er haast niet van weg te krijgen. Vaak worden eieren uitgebroed door kalkoenen die zeer te vertrouwen zijn en de jonge kuikens met veel zorg omringen. Om te broeden moet de plaats stil en rustig zijn. Het broeden duurt 21 dagen, waarbij de broed hen nauwelijks haar nest verlaat om enkele korrels graan te eten en een weinig te drinken. Soms gebeurt het dat men ze haast met geweld tot eten en drinken moet dwingen. Het ei verlaten eist van de jonge kuikens een zware inspanning. Om de schaal te doorbreken worden ze vaak geholpen door de kip of door de mensen. Zodra enkele eieren zijn uitgebroed, worden de kuikens verwijderd en op een warme plaats ondergebracht, totdat alle eieren zijn uitgebroed. De jongen kunnen dadelijk lopen en het nest verlaten. Daarom worden ze ook nestvlieders geheten, in tegenstelling tot de zogenaamde nestblijvers. Na ongeveer 36 uur rust zetten de kuikens zich aan het zoeken van voedsel. De eerste dag leven ze nog van de dooier van het ei. De broedhen zal ze verdedigen tegen vreemde kippen, soms ook tegen roofvogels. Het drinken gebeurt uit een speciale drinknap.
maar de kloek moet eveneens haar kuikentjes leren zich te behelpen. Zo leren ze onder meer goed te scharrelen naar regenwormen, insecten en graankorreltjes. Natuurlijke voeding is van grote betekenis voor de productie van goede, smakelijke eieren. Kippen moeten dagelijks ook een kleine hoeveelheid zand en steentjes inslikken, opdat het voedsel dat in de maag is opgenomen goed fijn gemaald zou worden. Meteen zal hierdoor gedeeltelijk voorzien worden in de hoeveelheid kalkstof nodig voor de eierschalen. Ook 's winters, wanneer de kippen niet vrij kunnen rondlopen, moet in hun verblijfplaatsen weinig zand en grind aanwezig zijn. Tijdens de hete middaguren vinden de kuikens onder de vleugels van de hen bescherming tegen de zon. Broodkruimen zijn natuurlijk zeer gegeerde extraatjes. Het zandbad dat de kippen nemen speelt ook een rol op het gebied van de hygiëne. Zodra ze zich door het zand hebben gerold, schudden ze die twee van zich af en meteen ook het ongedierte dat ze misschien op zich dragen. Omwille van hun snavel kunnen de kippen het water niet opzuigen. Ze laten hun snavel gewoon vol lopen en laten het water dan naar binnen vloeien. De aanwezigheid van twee hanen op hetzelfde erf leidt soms tot de beruchte hanengevechten. Met uitgespreide vleugels en rechtstaande kam vliegen ze op elkaar los en trachten elkaar te kwetsen met hun snavel of met hun spoor die zich aan de achterkant van hun poten bevindt. Om de tegenstander nog meer op te hitsen, pikken ze af en toe korreltjes graan op en wenden ze onverschilligheid voor. Het hanengevecht eindigt meestal niet vooraleer de verslagen partij het veld ruimt. Met dezelfde hardnekkigheid zullen de hanen echter ook zichzelf en hun kroost verdedigen tegen elke aanvaller. Namiddags ledigt men de nesten van de kippen. Een ei in porselein laat men er echter achter om de kippen aan te zetten eieren te leggen en vooral omdat ze deze eieren alleen in het kippenhok zouden leggen en niet verspreid over het gehele erf. De kippen zijn vroeg op, ze gaan ook vroeg op stok. Een weinig na middernacht zal de haan kraaien en de komst van een nieuwe dag aankondigen.